Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe video vanuit thuis. Ja, het was weer al eventjes geleden, maar we zijn dus nu gewoon terug opnieuw thuis. Ons koffie en ons theaatje is vandaag geopend. Ik heb net ook al gezorgd dat al onze ontbijters beneden eten hebben. En nu ben ik even aan het zorgen dat onze zoon eten heeft. De kolf steekt hierin. Mijn mama is hier trouwens terwijl ook. Zij is op onze Jules aan het oppassen. Maar het is wel een kleine kapoen geworden hoor. Dus hij wil geen dutje doen. Maar hij zit wel de hele tijd ook wel te roepen. En hij is super moe. Hij zit altijd zo zijn ogen zo te wrijven. Hij is super moe. Maar hij wil niet slapen, want hij vindt het zo leuk dat mama het oma hier is. Hij wil graag spelen en gek doen. Dus een kleine kapoen vandaag. Maar gisteravond is hij nou wel maar pas om 12:30 in slaap gevallen. Omdat hij helemaal niet zo goed momenteel wil eigenlijk slapen. Ook niet s'avonds. Maar normaal gezien overdag ging het wel wat eigenlijk beter. Maar s'avonds is het al een tijdje al een beetje wat een ramp. Dus ik weet ook niet precies hoe we dat moeten oplossen. Sinds dat hij zo ziek geweest is, is dus zijn volledige ritme helemaal in de war. En wil hij dus niet meer slapen op het moment dat hij eigenlijk zou moeten slapen. Of wil hij niet meer eten op het moment dat hij eigenlijk zou moeten eten. Dan heeft hij 10 minuten later of een half uur later in één keer honger. Dat moeten we nog even terug een beetje op orde terug wat zetten. Maar het zou ook wel een keer de 12 maanden slaapregressie ook kunnen zijn. Dat is ook blijkbaar typisch aan die periode. Maar hij heeft het toch al een tijdje. En vooral sinds dat hij dan ziek is geworden, is dat nog een keer erger geworden. Dus dat ik dat even terug treftjes op orde zetten. De deur is toe. We kunnen vertrekken. We gaan naar onze zoon, want onze zoon. Ah ja, ja, je morst op onze tafel. Ik weet niet hoeveel mensen dat al zullen gedaan hebben. En dat verslaafd haar geraakt. Ja. Nee, dat is een grapje. Maar onze zoon, die is gesloten. We hebben Jules bij de mama van Julien gedaan. We gaan daar nu ook naartoe. Want er is een feestje voor onze Jules. Hij is nog altijd jarig. Een jarige bui. Dus we gaan nu eventjes de familie langs de mama van Julien's kant trakteren. Dus de broer van Julien, de stiefzussen van Julien, de neefjes van Jules. Allee, iedereen erbij. We hebben eigenlijk gewoon nog overschot van onze verjaardagstaart. Die is nog altijd lekker. En die gaan we nu dan opeten. Dan met mij. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Hoera! Hoera! Eigenlijk moeten we maar één keer hoera zeggen. Hoera! Hoera! Ga je dat uitblazen? Bravo! Bravo, Bertje! Wacht, hè? Bravo, Bertje! Zul ik 30 mensen aan de kroon en een kaarsje, hè? Ja! Ja! Goed gedaan! Goed gedaan, Jules. Ja. Nu wil ik aardbei eten, zegt. Ja. Mama. Ja. Dat zal je halen, mama. Kijk wat die doet. Ja. De zotte. De zotte. Wie is er hier aan het dansen en gek doen met uw papa? Hé? Met uw papa aan het gek doen, jij niet? Nee, zegt hij. Ja! Yeah. Yeah. En we zijn weer terug thuis. Ik sta hier nu in de badkamer. Ik ben net in bad geweest, mijn haren gewassen zoals je ziet. En het helpt wel op zo'n warme dag als vandaag. Het was vandaag 33 graden, best wel warm. Ook in ons huis blijft echt de warmte heel hard zitten. Kijk dat net. In onze woonkamer was 29 graden. In onze slaapkamer staat onze mobiele airco aan. Daar viel het nu al wel nog wat mee. Dat was het nu 25 cent of zoiets. Daarna toen ik ging kijken.
Dus nog altijd wel best wel warm. Jan was nu trouwens Jules aan het proberen in bed te stoppen. Zei dat ik weer al best laat. Wel na 10 uur. En onze Jules slaapt nog altijd niet dicht. Het is echt een ramp tegenwoordig. Ik sta hier nu ook nog in de badkamer. Want ik had nog een beetje melk in mijn kolfpotjes. Ik heb zo 2 kolfpotjes. Er zit nog melk in. En ik heb ook nog wel een leeg flesje van Jules. Maar ik heb er maar eentje meteen leeg. Dus ik dacht, ja, ik moet toch nog opnieuw kolven. Dus ik heb dan opnieuw mijn kolfpotjes nodig. En dat flesje heb ik dan straks ook nog nodig om dat opnieuw in te doen. Dus ik ga nog een keer melk van onze Jules in zo'n bewaarzakje steken voor in de diefries. Tegenwoordig kan dat best eigenlijk wel vaak. Ik denk dat ik er toch al zeker 4-5 reppen kan insteken. Afgelopen maand ben ik echt heel erg blij mee. Want zoals jullie misschien al weten, heb ik echt ook al verschillende dipjes gehad. Heb ik echt ook al wel de volledige diefriesvoorraad moeten aanslagen. Moeten opgebruiken. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu toch terug een beetje kan bijvullen. Voor later, hè. Ziezo. Terug een goed gevuld zakje. Dat ik dus nu dadelijk in de diefvriezer kan steken. Oh, ik vind dat toch wel zo een beetje wat een opluchting. Dat het dan toch terug een beetje wat reserves kan maken. Maar ja, nu dus opnieuw kolven. Mijn kolven staan hier ook al klaar. En ik denk dat als ik hiermee klaar ben, dat ik dan ook terug opnieuw in bedje ga gaan. Ik hoop dat dan daar tegen ons Jules kan slapen. Ik ben zelf super moe. Ook die warmte, die matje echt zo heel erg af. En dan zijn we er morgen weer voor weer een nieuwe video. En ik zou zeggen, check zeker ook de video hier een keertje. Dat is van toen wij zelf een airco hebben gemaakt. Heel grappig. Tot morgen. Ciao, ciao.